De beweging heeft plaatsvindt al uitgelegd. Je maakt een been met je arm. Leg deze hand op de V van je elleboog. Deze hand gaat erachter. En je duwt voorzichtig aan. Waarom is dit een levensgevaarlijke techniek? Er zijn een aantal dingen die daarbij rol spelen. Iedereen denkt dat zo'n verwerking is afsnijden van de ademweg. Dat gebeurt, en dat is een van de laatste dingen die misgaat. Het eerste wat in het algemeen misgaat, als je deze techniek toepast, is dat de bloedomloop naar het brein ogenblikkelijk wordt dichtgeduwd. En dat gaat misschien 10 seconden goed. En dan gaat ook van het ene moment op het andere gaat het licht uit. Daarom is het levensgevaarlijk aan en aangaf. Als je iemand hebt die probeert om een grote sterke jongen te zijn en de techniek tegen te houden, dan kun je ervan op aan dat hij opeens als een slappe paspop in je arm hangt en helemaal down en out is. Levensgevaarlijk. Het andere punt dat bij deze techniek altijd een rol speelt, is de grote slagader in je hals. In het midden zit daar een soort orgaantje, wat als het ware de bloeddruk meet. Wat gebeurt er als ik daar pressie op uitoefent? Je brein krijgt signalen van dit orgaan, glomus caroticum worden kennen. En je brein denkt, verrek, de bloeddruk stijgt enorm. Dus je brein geeft een signaal naar je hart en naar je bloedsomloop. Je bloeddruk moet naar beneden. Wat heeft het tot gevolg? Dat je hart heel traag gaat slaan of stopt. En dat is dus de tweede reden dat je bij deze elegante techniek eruit gaat. De eerste is, je maakt de bloedsomloop af. De tweede is, indirect, je geeft hier pressie op dit orgaan dat de bloeddruk meet en je hersenen zeggen tegen je hart, stop. Deze twee mechanismen treden veel eerder op dan dat je die ademweg afsnijdt. Dat kan je nog een tijdje tegenhouden, zeg maar. Als er een gespierde nek is, dan kun je die ademweg een beetje beschermen. Maar die bloedvaten, die kan je niet beschermen. Dat maakt deze techniek tot een hele gevaarlijke techniek, omdat het moment van down en out gaan, dan voel je niet aankomen. Je bent bezig een grote jongen te zijn en je denkt, ik kan tegenhouden. Boom, weg. En voor je het weet, heb je pech en komt je hart weer op gang en ben je dood. Daarom is dit een levensgevaarlijke techniek die je onder begeleiding en met verstand en beleid op de juiste manier aftikken op je arm en niet op een been, want dat voel ik niet. Als Nico op mijn been afslaat, dat voel ik niet. Of op de mat afslaat, dat voel ik al helemaal niet. En misschien hoor ik het al helemaal niet.